De Canon R7 of de Canon R8. Welke camera past het beste bij jou? Zijn er echt zwakke punten? Die ga je ook zeker ontdekken. En deze video is volledig onafhankelijk. Ik verkoop geen cameramateriaal. Denk jij er trouwens aan om een R8 of R7 te kopen? Of heb je die al? Bekijk zeker even mijn andere video's op mijn YouTube kanaal. Want ik heb zowel van de R7 als de R8 een instellingenvideo. Waarin ik je meeneem door alle knoppen, het menu en de instellingen. Ik ben trouwens Joris Dijkema, fotografiedocent en eigenaar van Kijk en Zie Fotoschool. Aan het eind van deze video deel ik ook met je wat nou echt maakt dat je krachtige foto's gaat schieten. Een eerste belangrijk verschil is dat de Canon R8 een full frame sensor heeft. Terwijl de R7 een crop sensor heeft. APS-C zoals dat heet. En dat heeft invloed op het beeld dat jij krijgt. Nou weet je nog niet zo goed het verschil tussen full frame of een APS-C camera? Bekijk dan even de video die ik hieronder in de beschrijving heb gezet. Daar leg ik dat allemaal uit. Kort gezegd heeft de R7 een cropfactor van 1,6. Dat heeft dus met de sensor te maken. En wat betekent dat nou praktisch? Nou, stel je hebt een lens van 300 mm. Dan gedraagt die lens zich op de R7 niet als 300 mm. Maar je krijgt extra bereik. Je krijgt namelijk 300 keer 1,6 is 480 mm. Bijna dus een 500 mm lens. Je krijgt dus meer bereik en dit is met name een voordeel voor onderwerpen die verder weg zijn. Je kan dan denken aan dieren, vogels en soms ook sporters. Nou, heb je nou een 500 mm lens, dan is het dus 800 mm. Dat is een groot verschil. Je haalt je onderwerpen dus met de R7 dichterbij. Vind je dit nou fijne uitleg en wil je meer halen uit deze camera? Download dan mijn gratis e-book op kijkenziefotoschool.nl. De 10 bouwstenen van betere fotografie. En dat zijn 50 pagina's met allerlei tips. En als je wil kun je me ook eens om apparatuuradvies vragen. Tweede belangrijke verschil, megapixels. Dus de sensor heeft ook een verschil in aantal megapixels. De R8 doet het met 24,2 megapixels en de R7 met 32,5. Dat betekent dat de R7 iets meer dan 30% meer pixels heeft op die sensor. En ook hier nog een ruime 30% kan winnen in het bijsnijden. Dus de cropfactor van de R7 en het feit dat hij meer megapixels heeft samen betekent concreet gezegd dat je onderwerp meer dan twee keer zo dichtbij kan halen. Gaan we door naar de beeldkwaliteit. Hoe is dat nou als we die vergelijken? Nou, de R8 heeft een full frame sensor en dat betekent dat die R8 die legt net wat meer nog detail vast en het verschil wordt vooral groter bij wat minder licht. Dus als jij fotografeert in situaties met wat minder licht, dan is de R8 in het voordeel. Maar ik moet wel zeggen, je moet echt heel goed weten wat je dan ook doet. Het is niet zo dat als je een R8 koopt en je weet eigenlijk nog niet veel van fotografie, dat de foto's vanzelf allemaal beter worden. Nee, je moet precies weten wat je daar dan ook mee doet om dat te benutten. Als je wat minder licht hebt, zul je vaak de ISO wat moeten verhogen. En vanaf een ISO 3200 of hoger zie je dat de verschillen in beeldkwaliteit tussen de R7 en de R8 wat groter worden. Ik zou grofweg zeggen de R7 bruikbaar tot ISO 12800, terwijl de R8 bruikbaar is in mijn ogen nog een stuk hoger, bijvoorbeeld 25600 of in het extreme geval zelfs 51200. En aan het eind van deze video zal ik je ook vertellen welke camera gebruik je nou vooral voor welke onderwerpen. Maar eerst ook iets heel belangrijks, autofocus. Autofocus is bij beide camera's een enorme stap vooruit als jij komt van een spiegelreflexcamera. Beide camera's zijn zeker goed in het herkennen van onderwerpen zoals dieren, mensen en kunnen ook op het oog scherp stellen. De R8 doet het met nog wat meer moderne technologie op dit gebied, is iets beter, maar de R7 is ook absoluut een camera met een degelijke autofocus. De R8 kan ook automatisch onderwerpen herkennen terwijl je bij de R7 even zelf moet instellen of je wil scherpstellen op dieren of mensen. Gaan we naar het volgende verschil en dat is autofocus joystick. De R8 heeft helaas geen autofocus joystick, terwijl de R7 dat wel heeft. En met die joystick kan jij je scherpstelpunt snel verplaatsen en dit is heel handig als je veel bewegende onderwerpen gaat fotograferen, omdat je sneller kan werken. Dan moet ik zeggen, die autofocus en de onderwerpherkenning
die kan ook bij de R8 heel vaak toch dat oog of gezicht of het onderwerp vinden, zodat je je scherpstelpunt niet zozeer zelf hoeft te verplaatsen. Maar er zijn toch ook situaties waarin het niet goed gaat en dan wil je zelf snel kunnen handelen. R7 is op dat gebied in het voordeel. Volgende verschil: snelheid. Hoeveel foto's per seconde kan jij maken? Met de R8 kan je tot maar liefst 40 foto's per seconde maken. En dit is hetzelfde als bij de R6 Mark II. De R7 doet het met 30 foto's per seconde. En dit is in de elektronische sluiter. Dit is enorm snel. En ook dit is een heel groot verschil met de spiegelreflexcamera's. R7 heeft op dit gebied wel nog iets meer mogelijkheden met een echte mechanische sluiter. Maar qua snelheid zijn ze allebei wel heel goed. Een zwak punt van beide camera's is wel de buffer. Dus je kunt weliswaar die 30 of 40 foto's per seconde maken, maar dit houdt de camera maar zo'n 1 of 2 seconden achter elkaar vol als je in RAW fotografeert. In JPEG wat langer. Dit is niet helemaal optimaal als je heel veel achter elkaar wil schieten. Ik zeg maar wat, op safari blijft een leeuw maar rennen en hij komt steeds dichterbij. Dan moet je toch heel erg opletten dat je die ontspanknop genoeg loslaat. Want anders, ja, als hij dichterbij komt en dan mis je misschien wel het moment omdat je dan uitgeschakeld bent. Dan zit de camera vol en dan moet je ook wel echt secondenlang wachten tot je weer kan fotograferen of hij gaat vertragen. Een ander verschil is beeldstabilisatie. De in-body image stabilization, de IBIS, dat is wat de R7 heeft en de R8 niet. Nou krijg ik heel vaak mails daar ook over en er is nogal een misverstand over. Het is zeker niet zo dat je daardoor met de R7 veel vaker scherpe foto's maakt en met de R8 niet. Nee, beeldstabilisatie vind ik heeft een beperkt nut. Zeker als je veel bewegende onderwerpen gaat fotograferen, ga je vaak met korte sluitertijden werken. Dan heb je eigenlijk nauwelijks of niets aan die beeldstabilisatie. Dus je hebt er in bepaalde situaties wat aan, bijvoorbeeld bij weinig licht. Als je dan uit de hand gaat fotograferen en je gaat wat trillen, dan kan die beeldstabilisatie dat wat compenseren. Maar je hebt er alleen maar wat aan als je dan ook heel goed weet wat je doet en welke sluitertijd je gebruikt. Dus een goede basiskennis is nodig om dat te benutten. Schiet je ook veel video uit de hand, dan kan het wel een voordeel zijn, krijg je minder schokkerig beeld. Ander verschil, de R7 heeft 2 geheugenkaartslots en de R8 heeft er eentje. Misschien niet het belangrijkste voor jou, maar voor sommige mensen wel prettig. Stel je voor, je gaat ook eens een keer een opdracht fotograferen. Kun je bij de R7 tegelijkertijd naar 2 geheugenkaarten schrijven, heb je dus een backup. Als je geheugenkaart kapot gaat, heb je er toch een andere geheugenkaart nog in zitten waar die meteen mee verder kan. Of als die vol raakt, kan je instellen dat hij meteen gaat schrijven naar de volgende kaart. R8 heeft dit helaas niet. Met de komst van de systeemcamera, en dat zijn de R7 en de R8, zie je ook dat het aantal knoppen dat je kan personaliseren, dus een eigen functie kan geven, is toegenomen ten opzichte van de spiegelreflexcamera. De R7 geeft hiermee bij nog wat meer opties dan de R8, dus je hebt nog wat meer mogelijkheden om wat meer knoppen in te stellen. Het kan zeker bij de R8 ook, maar de R7 heeft hier het voordeel. Een opvallend verschil is ook de bouw. De R8 is een stuk lichter dan de R7 en ook kleiner. Met 461 gram is de R8 echt een lichte camera te noemen en al helemaal voor een full frame. Dus makkelijk om mee te nemen. De R7 is 612 gram en zoals ik zei ook ietsje groter. Dan nog een belangrijk verschil. De R8 gebruikt de kleinere LPE-17 batterij en de R7 de wat grotere LPE-6. En die is ook veel meer gebruikt. Dat werd ook bij de duurdere spiegelreflexcamera's al gebruikt. En dit is een zwak punt van de R8. De batterij is vrij snel leeg. Dus je zult eigenlijk altijd wel op pad moeten met, ja, ik zou zeggen, 3 batterijen. En het is gewoon wat minder prettig als je accu snel leeg gaat. Je kunt er een incidenteel moment door missen. Dus persoonlijk zou ik liever een wat sterkere batterij hebben. Wat wel eventueel kan is met een geschikte powerbank en een USB-C kabel. Kun je ook de powerbank aansluiten voor als je bijvoorbeeld een lange sessie hebt. Een andere optie is een battery grip gebruiken waar 2 batterijen in kunnen. Maar officiële battery grips voor deze camera's zijn er niet. Welke camera is nou het best voor wat voor soort fotografie?
Alle keuzes zijn persoonlijk en nogmaals, ik heb geen belang. Ik ben 100% onafhankelijk. Ik zou zeggen, de R7 vind ik een stuk geschikter voor als jij zegt, ik fotografeer ook veel dieren, vogels of eventueel buitensport waarbij het veld heel groot is. Want je kan onderwerpen maar liefst twee keer zo dichtbij halen. Door die kleinere sensor en door dus wat meer megapixels. Aan de andere kant, als je iemand bent die zegt, ja, maar ik fotografeer juist ook heel vaak bij weinig licht. En ik weet al goed wat ik doe met mijn instellingen. Dan is het zo dat de full frame sensor geeft betere beeldkwaliteit in weinig licht. Wanneer zou de R8 eventueel een goede keuze voor jou kunnen zijn? Bijvoorbeeld als je heel graag de full frame sensor wil en dit ook weet te benutten. Dus zorg dat je goede basiskennis hebt, anders heb je er eigenlijk heel weinig aan en ga je het verschil helemaal niet zien. Kun je bijvoorbeeld denken aan portretfotografie waarbij je nog wat minder scherpte diepte kan gebruiken. Dus de sensor van de R8, de full frame, geeft iets makkelijker, nog wazigere achtergronden en een scherp onderwerp. En een ander onderwerp is bijvoorbeeld macrofotografie. Daarbij wil je ook vaak hele mooie wazige achtergronden, weinig scherpte diepte. En dat is wat de full frame sensor jou nog wat meer biedt. Dus de R8 biedt wat dat betreft wat meer dan de R7. En tegelijkertijd heb je dan natuurlijk met de R8 ook hele goede moderne autofocus. Voor die portretten, als dat belangrijk voor jou is. Nou, wat gaat nou echt het verschil maken als je krachtige foto's wil schieten? Nou, 1, dat ben jij. En aan de ene kant is dat jouw cameracontrole. Ik zie helaas nog heel veel mensen die dure camera's kopen, maar daar eerlijk gewoon niet zo goed mee om weten te gaan. Net als ik zelf in het begin. En dan ga je er echt heel weinig uithalen. Maakt helemaal niet veel uit of je een R7 of een R8 koopt. Totaal niet. Zonde van je geld. Dus investeer ook in jezelf. En het tweede onderdeel is hoe je kijkt. Dus net zo belangrijk als de techniek, de cameracontrole. 2 is kwaliteit van je lens. Dus zorg ervoor dat je ook al het budget houdt voor lenzen. Steek niet alleen je hele budget in een camera en bezuinig dan op de lenzen. Of ga alleen maar met heel goedkope lenzen werken. Dat is jammer. Dan had je beter een goedkopere body kunnen kopen met een duurdere lens. En op 3 staat vaak pas de camera. Dus wil je betere foto's maken, zorg ervoor dat je ook echt kan omgaan met die camera. Dat je hem goed kan instellen, de knoppen verandert, zodat je snel bent. En wil je dit nou graag met begeleiding doen en niet alles zelf uit moeten zoeken, neem dan eens een kijkje bij mijn online VIP-programma. Alles wordt dan stap voor stap heel laagdrempelig uitgelegd. En ik heb ook extra uitleg van zowel de R7 als de R8. Dus hoe ga je nou die knoppen gebruiken? Welke knop gebruik je wanneer? Welke stand? En jij kan het eigenlijk gewoon allemaal nadoen, zodat je het niet allemaal zelf hoeft te doen. En de link vind je onder deze video. Je kunt dan de camera gebruiken zoals ik zelf doe voor allerlei onderwerpen. Hoe ga je bijvoorbeeld de intelligente en verbeterde autofocus echt optimaal gebruiken voor veel meer scherpe, rake foto's? Dus hoe gebruik je de onderwerpherkenning, de oogdetectie? Hoe ga je knoppen anders instellen? Want dit is ook heel belangrijk voor meer resultaat. En je bent natuurlijk ook welkom op een van de cursussen op locatie of in een privéles. En je kan ook starten met het downloaden van mijn e-book op kijkenzifotoschool.nl. En zo leer je jouw camera instellen en er veel meer uithalen.